die één kans maken. Ja. Jullie hebben een sterk team, maar ja. Beetje onzinnig die rode kaart, maar Veldman mist daardoor wel de derby tegen Feyenoord over 2 weken. Sorry. Wat een verrassing, sorry. Ja, want ik heb wel. Een blokje zet of zo, of dat de wolf, er een... De wolf. Ja, de wolf, ja, met het lange haar. Oh ja, ja, die kun je. Zo een blokje zetten. Ja, dat wordt zo moeilijk. Ja, maar kijk, maar, we hebben best een leuk team, maar ik denk dat wij gewoon een maatje groter zijn. Een maatje. Sorry. Ja, misschien qua lichaam zijn jullie een stukje groter, maar wij gaan gewoon een beetje tussendoor. Ja, nee, wij gaan dus gewoon een verrassing gaan we hier maken. Ja, ja, nou, ik hoop het echt voor jullie, maar ik zie echt niet zitten. Kijk, als je nou naar de historie kijkt, dan zie je gewoon dat Feyenoord bijna altijd van Sparta heeft gewonnen. Moulijn aan de bal. Geen dribbel dit keer, maar een paasje. En Cor van der Gijp gaat uitstekend door en scoort via de paal 2-0 voor Feyenoord. Een paas van Bennaerts in de diepte. Daar is Moulijn bij de achterlijn en hij wordt daar afgestopt door Ad Verhoeven, een penalty van Kruijermaat. En die scoort 3-0 voor Feyenoord. Dan een fraaie rush van Moulijn. Neemt eerst de bal met het hoofd en dan met het lichaam mee. En haalt er een corner uit. Daar komt die corner van Koen. En Henk Groot komt schitterend in. En kopt vlak onder de lat. Keihard Feyenoord naar een 2-1 voorsprong. Een magnifieke goal. Moulijn opnieuw vaak aan de bal en hier een dieptepaas van hem. En die wordt benut door Fenneker. En zo zagen we mooie goals en een 3-1 overwinning voor Feyenoord. Ja, maar luister nou, kijk, we hebben, nou, jullie hebben nou 4 keer hebben jullie 0-0 gespeeld, 1 keer 1-1. Nou, eerst is te hopen dat Van den Berg met jullie mee, want anders scoren jullie niet eens. Ah, ik snap wat je doet, Maar kijk wij, dat is in de competitie, maar jullie spelen Europa Cup. En dan spelen jullie tegen Hapoe, vierde klasse, KVB in Israël. En dat wordt gewoon net 1-0. Ja, oké, dat is waar. Maar kijk, voor de competitie, Feyenoord Sparta. Ja, vorig jaar 2-0. Hup, wietje, boep, tamet, hup, 2-0. Die wedstrijd, het veld, dat leek wel ijsbaan. Je gleed gewoon, als je stopt, dan gleed je nog 5 kilometer door. Ja, en okay. Wat dacht je van die bekerwedstrijd dan? 1-1. Even voorrust bij Wim Jansen. Op de vrije trap van Valken. Sandel wil koppen, Van der Gaag is er en Sparta staat voor. De eerste, de beste aanval van Sparta en het is een doelpunt door Mitchell van der Gaag. Feyenoord beseft dat er tempo met de bal moet worden gemaakt. Van Gobbel, Witsche en er zou ook eens moeten worden geschoten zoals Witsche nu doet en het is 1-1. Hey, gaat hartstikke goed hè, met jou hè? Wanneer kom je nou bij die 11 van Oranje? Want Brian Roy is dat nou? Ja, maar ik denk dat je dat zoiets moet je aan de bondscoach overlaten. Ik heb al meerdere mensen erover gehoord, maar ja, ik denk gewoon dat ik op het veld moet laten zien wat ik kan. En voor de rest wacht ik gewoon af. Maar hoe gaat het trouwens met jou? Want ik heb gezien dat je de laatste keer er niet in stond. Hoe gaat het eigenlijk met je dan? Nee, het is een beetje... Een beetje zoeken naar de vorm, zeg maar. En in principe gaat het wel in de wedstrijden met tweede speel en zo. Ja. De wedstrijden met eerste. Gaat wel alleen op zondag in het... als je het dan moet laten zien, dan wordt het allemaal een beetje moeilijk, hè? Ja. En dan is het ook heel belangrijk dat je de steun van het publiek achter je hebt. En ja. Als het algemeen is dat een beetje minder geworden de laatste tijd. Ja. En het doet allemaal gewoon een klein beetje moeilijk, hè? Maar het komt er gewoon weer aan. En je zal hem wel weer zien. Ja, want waarschijnlijk zondag wel. Ik zie eigenlijk toch gewoon op de linksbuiten van Sparta. Ik weet dat het is gewoon moeilijk ook op die plaats. Je bent ook afhankelijk van je aanvoerder. Ja, zeker weten. Kijk, als links buitenzijnde worden een paar soort dingen van je verwacht. Je moet je actie goed maken, je voorzet moet goed zijn. Je moet dus zorgen dat je aanspeelbaar bent. Het is gewoon verschillend als je dan op middenveld staat. Kijk, het is gewoon zo. Of het is de makkelijkste plek, of het is de moeilijkste plek.
En wat denk je zondag? Nou, zondag is Feyenoord Sparta is altijd een leuke wedstrijd om te voetballen, naartoe te gaan. Ik denk dat het gewoon een leuke wedstrijd wordt. Ja, nou, dat denk ik wel. Nou, is goed. Hey, ik zie je zondag. Ja, succes hè. Ik zie je. Hoi. Ja, de Feyenoordcoach is Geert Meijer en weer van Halen. En we hebben komende zondag de beschikking over een complete selectie. Iedereen is dus fit en bij Sparta speelt de voor één wedstrijd geschorste John Veldman wel mee. Dat komt omdat Sparta tegen de schorsing van Veldman in beroep is gegaan. Veldman kreeg tijdens de wedstrijd Sparta-MVV een rode kaart. Tot zover de sport op vrijdag. Morgen...